Goedemorgen. Goedemorgen. Wij zijn de familie Visser. En vandaag moet ik naar school en naar zwemles. En ik ga vragen of we door gaat ik gaan in het diepe. Wat je doet nou? Tja. Wauw. Je denkt al, waarom is Katie helemaal geel en Emily helemaal roze? Nou, we gaan vandaag doen. Ik alles in het geel en Emily alles in het roze. Wow. Dus ik doe kaas op mijn boterham en Emily arbeid. Jam. Wauw. Nou, gaan we mijn brood maken? Ja. Hallo, ik ben Katie. Denk die stuk. En achter? Lekker? Ja. Kaas. Jam. Lekker, lekker? Ja. Lekker, lekker. 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 Dus eten. Lekker? Ja. En nu is het dan in mijn mond koud. Ja. Eén op, nog één te gaan. Lekker daar. Lekker eten. Hey. En Luc slaapt. Ja. Luc was heel chagrijnig. Ja. Ja. Ik mama ook een beetje chagrijnig van, hè? Ja. En hij ligt hier op bed. Dat is beter. Dan kan ik weer verder klussen zo. Ja. Nog even met Emily koelen. Ja, en hier komt kat uit. Hier komt kat uit. Wat was je aan het zingen voor jouw babybeer? Laukietje. Oh, hoe gaat het doen? Slaap, kindje, slaap. Naar buiten loopt een grap. En slaap. Ja, baby. Beer? Beer, baby beer. Ja. En ik ben een moederbeer. Ja, en nu gaan we je mond schoonmaken. Dat is mijn oude beer, maar zijn neus is kapot. Zullen we die nog kunnen maken? Ja. Ja. En kijk maar. Oh, zielige beer. Dat is mijn beer toen ik geboren werd. Toen ik net uit oma's buik kwam, kreeg ik die beer. Beer. Een lila beer. En ik kan hem nog maken. Oh, oké. Wauw, goed gedaan. En nou gaan we je mond gaan maken. Nee. Jawel. Nee. Kun je dat ook zelf? Ja. Ja? Dat doe ik zelf. Ja, moet je wel een doekje pakken. Ja. Ah, kom maar, een doekje pakken. Ik heb gewoon spierpijn van gisteren de hele dag in de tuin werken. Oei, oei, oei. Ben ik een spook? Ja. Oeh, ik ben een spook. Hier is mijn handspook. Wow. Wow. Ik geef poetsen. Uitgevonden hoe Emily's mond schoonmaken. Zo? Ja. 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 Ik vind het lekker. Nee, hè, vind je niet lekker. Ik vind het ook nooit leuk als ik zijn gezicht schoonmaken. Ik lag op de rit. Oh, ik lag op de rit. Ik dacht, prinses op de erts, dacht ik. Ali. Ja? Hoi. Hoi. Ik zie je wel niet. Daar zijn we die weer. Oh, we hebben in haar gewassen en vastgedaan. Deze bol. Fijn dat ik nog van die mooie haartjes jou heb. Vang. Oh, je gaat er niet met je baby gooien. Nou, jij moet ze vangen. Uh-oh. Nee, toch?
Wel. Nee, met twee handen. Gooi maar. Oh, ik heb de baby. Babybeer. Dan moet jij de babybeer vangen. Met twee. Oh. Hoepkee. Nu weer jij. Ik weer. Wat wil je met baby's overgooien? Nee, maar dat doe ik. Oh! Nee. Nou, gooien! Ploep. Hé, mama gaat weer verder. In de voortuin. Ben ik bezig. Ik ga de papegaai ophangen. Papa! En nog één keer dan. Hop! Eetje. Hop. Gaan we de papegaai ophangen? En nog een keer. Nog een keer. Nog één keer dan. Nee, de laatste keer. Hop. Ga je mee, Beer? Gaan we de papegaai ophangen? Ja, ik ga mee. Papegaai ophangen. Woehoe, doei. Nou, jij bent een spook. Oh, ik ben een spook. Hè. Ik zie wel uit als een spook. Ik snap het wel. Ja, hoppakee. Hij zit er helemaal daar. Goed gedaan. Nou, ik ben weer uit school. En nu gaan we. En nu op naar zwemles. En nu gaan we naar zwemles. Als ik hem zo doe, gaat mijn hoofd. Mag je in de klas ook je hoortje ophouden? Nee. Bij het buiten spelen doe ik hem alleen. Ah ja, zo handig voor de zon. Ah, ik heb lekker op het licht. Dit dus rent je niet naar boven. Dus allebei. Nee, dan ben ik leuk. Wacht. Ik heb hem lekker op het dansers. We zitten lekker in. Oké, even goud, maar we zijn nu onderweg. We zijn nu onderweg. Ja, zo. Wie is dat? En Luke. Ik heb een kiddie. Oh, maar je hebt die gekregen. Ja. Wat is dat dan? Een dino. Een dino, maar hoe kom je daar nou aan? Van wie is die? Is die van Lily? Nee. Is die van Mila? Nee. Van Donna? Ja. Oh, heb je die gekregen van Donna? Of ga je hem even terugbrengen naar Donna? Nee. Volgens mij is die nog steeds van Donna. Nou, nu is die van mij, want... Ja, maar volgens mij, je kan niet jouw speelgoed weggeven. Ga dat maar even teruggeven. Nou, ik wil het nog iets vragen. Oh, je wilt nog iets vragen. Als ik deze terugbreng, moet ik eerst terug. Ja, dan moet je eerst terug, ja. Ja, als je die terug bent, moet je eerst terug. En doei! Doei. Zeg maar tegen papa dat je die moet terugbrengen. Papa staat daar een stukje verderop. Die had ze net naar huis gestuurd. Nou, we zijn vandaag hier mee bezig geweest. Beetje dichtmaken. Flamingo's en papegaaien. Is nog niet klaar. En de washand nog. En de helft ligt op de grond. We hebben topper opa gehad. Die heeft hier nog geholpen. Het alleen nog dakplaatjes halen. Die hebben we nog niet. Nou, daar zit de oude deur die er al zat. Die alleen dan verzet naar de andere kant. Hebben we toch een deur die we kunnen afsluiten. En nu hebben we hier weer een hoop rommel. Oeh. Maar het wordt wel beter. We hebben straks alle kinderfietsjes hier, de grasmaaier. En nog meer rommel. Dan moet hier nog een deur. Die gekke poort weer weg. Hoi papa, oude klusser. Jij stond 3 meter nou. Ja, bij de Hoornbach. Je zei ook, ik moet naar de Hoornbach. Maar ik weet niet of dat hetzelfde is.
Voor de dakplaten. Zijn dat de goede dakplaten, papa? Nee, zijn niet de goede. Wij kunnen hebben, we allemaal andere maten. Maar met allemaal verschillende maten erbij. Kijk maar, er staan verschillende maten. Die is mooi, hè, Luc? Ga je graven? Graven. Graven. Mooi. Moet dat niet in de zandbak? Moet die in de zandbak? Graven. Ga je geen onkruid mee weghalen, Luc? Zo, word er niet weet van. Dat is mooi, Luc. Mooi. Mooi. Dat niet. Doei. Die? Ga je skateboarden. Ga maar wel erop zitten dan. Oeh, heel gevaarlijk gevallen, hè? Skaterboy. Moet je wel je shirt aan met je skateboard erop. Ja, ga maar zitten op je billen. Beetje naar voren, Luc. Beetje naar voren. Hallo. Nee, joh, ik heb net gegeten.